Welkom terug bij Hallo Antwerpen. Ik heb mij omgeven met kunst en daar zijn deze mensen verantwoordelijk voor. André en Anne, van harte welkom. Ja, het staat hier, voilà. Contemporary art sucks. Het is een zeer zware uitspraak, maar het is een tentoonstelling. Misschien jij even vertellen, André, want jij zit achter het idee, achter het concept. Ja, het is eigenlijk om de bedoeling om van een beetje meer punch, energie en kleur in de guttige klassieke kunstscene in te brengen. Mm-hmm. En wij willen die monopolie proberen door te breken. En we willen een professionele ruimte creëren voor kunst die meer op de rock'n'roll lijkt, ja, met energie. Het is ook een beetje, denk ik, wat betiteld wordt als de street art, ja, ook in de galerijen te krijgen. Want tot hiertoe, ja, denk ik dat die, ja, verhouding raar ligt, hè? Dat dat echt, ja, twee afgescheiden dingen zijn. Ja, je kunt dat ook nu vergelijken met expressionisme en het is nu inderdaad, dat wordt een andere kunststroom geboren, mm-hmm, maar het wordt nog altijd niet heel professioneel geaccepteerd. Ja. En dat is een beetje in een zijnisje zitten. Ja, en zijn er sprake over dat als je een punker bent, als je voor message gaat, dan moet je niet niet bij ons bij de galerij komen, ja, maar ja, dan heb ik het zelf in Expo georganiseerd en ik zie wel dat daar komen toch nog praktische problemen bij die ook praktisch moeten opgelost worden. Mm-hmm. Dus dat is allemaal niet zo zweverig als je een punker bent. Dan heb je geen recht om bij ons te komen. Nee, het is een beetje een platform geven aan al deze mensen. Anne, jullie hebben dan, ja, beslist om dit te gaan doen. Mm-hmm. Maar dan moet je op zoek naar die artiesten. Hoe, ja, doe je dat? Inderdaad. We hebben daarvoor een open oproep gelanceerd. We hebben zelf een oproep uitgeschreven waarbij dat we ook bewust gekozen hebben om eigenlijk geen selectiecriteria op voorhand vast te leggen. Vaak heb je dat als je aan een wedstrijd wilt meedoen bijvoorbeeld, mm-hmm, dat er een leeftijdscriterium, een leeftijdsgrens op staat. En we hebben daar bewust voor gekozen om dat niet te doen. Dus iedereen, jong, oud, ervaren, zelf al veel tentoonstellingservaring of niet, maakt het niet uit. En we hebben die verschillende platforms of verschillende websites gepubliceerd. Dus we hebben bijvoorbeeld samengewerkt met Lokaal 01 of NICC. Dat zijn bekende kunstorganisaties. Mm-hmm. Die hebben die oproep gelanceerd op hun website, gepubliceerd. En er is enorm veel reactie op gekomen. Ja. Dus het is duidelijk dat dit platform nodig is. Ja. Ja. En uit die reacties, ja, de ruimte is natuurlijk beperkt, is fysisch beperkt. Dus daaruit heeft voornamelijk André dan eigenlijk een selectie gemaakt van mensen die hij interessant vond en die ook echt, ja, wel goed aanleunde bij het concept. En ook een beetje diversiteit wilden we wel in het project brengen. En jullie hebben zelfs internationale artiesten? Ja, die komen. Ja, we hebben zelfs iemand van Thailand, van Australië, van New York. Maar er komen ook fysieke mensen naar België, vanuit Frankrijk, vanuit Berlijn. Die hebben allemaal al camion. En hoe zat het met de kwaliteit daarvan? Want dat is dan ook nog iets. Iedereen kan zich aanmelden, maar. Nee, maar dan heb ik het gekozen. Ik heb zelf selectie, ik heb die mensen opgezocht. Ik heb ook gezorgd dat daar inderdaad een kwaliteit, ja, in zit. Dat niet. Nee, dat is niet zomaar voor iedereen. Ja, zo, ja. Dus, maar dat zijn echt. Wij hebben gekozen uit buikgevoel, passie en kwaliteit, inderdaad. En die mensen die voor passie gaan, die komen gewoon naar België. Zo, en, ja, die komen bij ons slapen en dat wordt echt Russian Way Expo. Zonder klassieke curators of ja, wij laten ook mensen spreken wat ze erover denken en er wordt een hele grote feest. Een groot feest, ja, inderdaad. Anne, en dan kom ik nog even terug bij jou. Mm-hmm. Concreet, wanneer, waar? Want ja, het wordt inderdaad wel
Ja, het wordt een evenement. Het is niet alleen een tentoonstelling. Het is echt het gaat inderdaad een leuk feestje worden. Wel, de tentoonstelling, het evenement, vindt plaats in het designcenter, de Winkelhaak. Dat is in Antwerpen. En het is open voor het publiek vanaf 17 april tot en met 27 april. Maar de officiële opening, de vernissage, zal plaatsvinden op 20 april. En dat is 's avonds van 6 uur tot middernacht of langer, indien nodig. Voor de muzikale opluistering zal gezorgd worden door de Nambras Band. Ja. Dus we hebben daar een heel toffe samenwerking mee opgezet. En zij zullen eigenlijk een voorsmaakje geven van hun optreden dat ze een week later zullen geven in de Roma, waar dat ze dan hun 10-jarig jubileum zullen vieren. Dus dat is iets waar we ook heel erg naar uitkijken, naar dat optreden. Ja, oké, voilà. We geven de website nog mee onderaan. In beeld kan je nog eens alle info terugvinden. En ik heb heel goed nieuws, want je ziet die t-shirten hier ook liggen met die fantastische opdrukken. Wel, we mogen 2 pakketjes weggeven met zo'n t-shirt in en een zeefdruk. Het enige wat jij hoeft te doen om kans te maken is te sms'en naar 6671 en je sms't Babenko. Ik wens je heel veel succes, want zo'n pakket, ik denk dat iedereen dat wel in huis wil halen. Heel veel succes en heel veel plezier met jullie tentoonstelling, met jullie evenement. Ja, en wie weet, tot een volgende keer. We moeten afronden. Okay. Het spijt is... Puur vriend van Banksy komt naar onze expo. Oké, cool. Maar je mag nog even blijven zitten. Ah. Je mag nog even blijven zitten.